In een reis van 14 dagen vaart de MS Rotterdam met 1500 passagiers en 600 bemanningsleden van Rotterdam naar de Noorse fjorden en Schotland. Waar de passagiers zich kunnen ontspannen, werken de honderden crewleden uit allerlei landen hard en gedreven op het schip, wat gedurende maanden hun thuis is. Het schip is inmiddels op de terugweg naar Rotterdam. Er staan nog een paar bijzondere dingen op het programma. Zo staat de avond in het teken van een speciale traditie. De March of the Baked Alaska. Welcome the March of the Baked Alaska. De March of the Baked Alaska is eigenlijk, ze lopen rond met grote borden dessert. En wat het eigenlijk is, is kersenijs met een foam eroverheen, dus een meringue. En dat wordt dan even met een brander wordt dat aangezet. Dus dan krijg je een hele leuke kleur erbij. Als al die mensen met die zakdoeken beginnen te zwaaien, dat geeft gewoon een kick. En het is gewoon ontzettend leuk, want je wordt eigenlijk, krijgt meer eenheid met de passagiers en de manning. Let's go! Ladies and gentlemen, dames en heren, let's hear it for your dining room steward and assistant dining room steward! Als laatste, maar zeker niet de minste, de man verantwoordelijk voor meer dan 6000 maaltijden per dag, your executive chef, Paolo! Hoofdhuishouding Michiel is intussen druk bezig met de voorbereidingen van het vertrek van de passagiers. Maar er doet zich een probleem voor. Bagus, how are we doing? Yeah, they still check it. Yesterday they tried to clean the traffic car, but it's not working. Now we're gonna open the same toilet and wait. You check it, is what or not. But, so at the moment, how many dryers we have out of order? We have two out of order and then two running well. All right, thank you. Op het moment hebben wij drie dryers, die drogers, die werken niet goed. Althans, eentje is nu net gemaakt. Nummer 1 en nummer 3 werken niet. Ik begrijp, deze kunnen ze nu maken. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar de technische afdeling is aan het werken. Ze zeggen nog een uur. Dat zei de facility manager. Die ben ik bang dat die niet gemaakt kan worden, want dat is een grotere operatie. Ik heb deze natuurlijk heel hard nodig, sowieso voor mijn normale operatie. Maar overmorgen is embarkatie. Zo, de oude gasten gaan eraf, nieuwe mensen komen erop. Nou ja, dan heb je ontzettend veel linnen en handdoeken dat gewassen moet worden en gedroogd. Eentje kan ik wel handelen als hij het niet doet, maar als er twee out of order zijn, dan
heb ik een probleem. Handdoeken die worden in het droge gedroogd, maar bijvoorbeeld lakens en napkins die worden via de flatwork iron gedroogd. Dus die komen uit de machines, die worden daar in de machine gedraaid en dan wordt het zeg maar geprest en gedroogd tegelijkertijd. So how are we doing with preparation for embarkation day? Now I have 1,200, but we still work on it one. Hopefully tomorrow is ready for all and ready for embarkation. But you still get quite a few dirty ones downstairs every day, yeah? I still have it, still plenty. All right, thank you. De laatste dag van de cruisereis organiseert evenementenplanner Claire nog een demonstratie bloemschikken. Dit is een bloemstuk voor één zijde, want hier komt waarschijnlijk een muur, of tenminste, het gaat zo tegen een muur staan. En zodoende hoeft het niet rondom helemaal precies goed te zijn. So where is this arrangement going to be? This one for dining room, entrance dining room, located deck 5. De ingang van de dining room. Dek 5. Yep. Elke 7 tot 10 dagen krijgen we een nieuwe order verse bloemen binnen. Dus we hebben altijd verse bloemen aan boord. Ik ben zelf niet zo heel goed in bloemschikken. maar ik leer ontzettend veel van hem. Door te zien wat hij aan het doen is, krijg ik zelf wel eens inspiratie. Dus hij is ontzettend creatief met wat hij doet. You can see, this is color. Color combination. Make sure if you make arrangement, yeah, just make sure the color. How many flower arrangements do we have on board, Usadi? 876 arrangements. Dat is een record, right? Mijn werk ontwikkel ik op zoveel verschillende gebieden eigenlijk. Want ik ben met zoveel verschillende dingen bezig. Ik ben met bloemen bezig, ik ben met koken bezig, met knutselen bezig. Dus ik ben op heel veel manieren met heel veel leuke dingen bezig. Rustadi doet ook speciale dingen maken, dus echt op aanvraag. Dus op het moment dat u nou zegt, nou ik zou graag een leuk bloemstuk in mijn kamer willen hebben, of ik wil iemand een cadeautje geven, dan kan dat. Dan kunt u dat gewoon via de front office bestellen en Rustadi die maakt dat dan voor u. Zij gebruikt niet alleen bladeren en bloemen, maar ook meestal nog iets anders. Dit is just voor ornament. Yes, so just decoration. Dus wat u ziet is dat Rustadi gewoon heel veel inspiratie heeft en heel veel leuke dingen kan doen, want wie komt er nou bij om satéprikkers in een bloemstuk te steken? Maar het heeft altijd een leuk effect. So this is the second arrangement. Yeah. Leuk, het is echt leuk. Ook druk vandaag, dus het is hartstikke goed gegaan. En het is ontzettend leuk om te zien dat mensen het zo leuk vinden wat hij doet. En mensen dat heel mooi vinden waar hij mee bezig is. En het is voor mij ook leuk, want dan denk ik van, ah, die jongens die werken ontzettend hard. En dan krijgen ze er toch waardering voor. Same shape. Ja, Michiel en culinair manager Norbert hebben naast hun werk een gemeenschappelijke passie: hardlopen. Let's go dan, because we have to. Oké. Okay. We gaan hardlopen. Het is prachtig weer, dus even de energie kwijt. Het is heerlijk om te rennen, om gewoon je hoofd leeg te maken. Dus, en je ziet ook nog wat van de omgeving. En lekker zweten. Ik probeer wel elke dag wat aan sport te doen.
Dus het is gewoon lekker om fit te zijn en je maakt lange dagen. Dus het is, ja, het voelt goed. Running is an addiction. You get addicted to it very fast. Norbert en ik die rennen misschien 2 keer per week samen. Ik probeer bijna elke haven wel te rennen. Hoe mooi is dit? Het is gewoon lekker om van het schip af en toe weg te zijn. Want je hebt de neiging om tussen de middag even te gaan liggen en dan weer door te gaan. Maar het is goed voor je hoofd en even weg te zijn. Je bent natuurlijk in principe 24 uur per dag aan het werk. Ze kunnen je altijd pagen en je ziet altijd dezelfde mensen. En zelfs als je in de haven bent en je gaat naar downtown, naar de binnenstad, zie je weer dezelfde mensen. En met rennen kun je juist weg van alle mensen en even loskoppelen van het schip. Dus dat vind ik het fijne eraan. En dan kom je terug en dan ben je weer fris, dan neem je een douche en dan kun je er weer tegenaan. S'avonds in de crewruimte wordt graag een spelletje gespeeld. Nee, nee, nee. Ik ga gewoon zo zitten. Spelletje? Nee, dat is weer. Oh, echt waar? Doe me dat werk. Nu opeens water halen. En dan krijg je alle kaarten van die ronde. En zo win je dus de meeste kaarten. En degene met de meeste kaarten... Anita, je moet wel de bel slaan, hè? Niet op mij. Oké. 3. Wacht even. Ja? 3, 2, 1. Nee, 6. 6. En nu? Ja, nou moet zij je liedje zingen en bier halen. Is het minimum? We zijn nu in de crewmess eigenlijk. Dus het recreatieverblijf van de crew eigenlijk. En hier komen we soms wel eens even een drankje doen en dan een spelletje spelen. Of karaoke doen we wel eens op die televisie. Lijkt een beetje op de kantine van de middelbare school. Ja, zo'n kinderdagverblijf voor volwassenen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ik vind dat je nu de collega's hier zijn heel erg belangrijk natuurlijk. Je moet op ze aankunnen in het werk, zelden. In noodgevallen worden ook voor het trainen ook wel op elkaar zijn ingespeeld, moeten samenwerken. En natuurlijk op het einde van de dag, soms gebeuren dingen op het werk. En dan aan het einde van de dag, als je wat leuks doet met z'n allen, dan is alles weer vergeten natuurlijk. En dat is wel heel erg leuk. Dat moet je ook zo houden in principe. En, gezelligheid, als het gezellig met de crew is onderling. Dan is het ook goed voor het werk in principe. Want dan, als je elkaar mag, dan werk je ook beter samen. 3, 2, 1. Ja, nou dat was ik eerst. Oh nee, ik was als eerste erbij. Dat was in je vinger, dat telt. Nou, nu tellen strepen. Sorry hoor, soms moet je op je strepen staan. 3, 2, 1. Ja. Oh, ik heb wat bijna. En hij die dag op het luik gezet, de kapitein ligt in zijn pech. Het smaakt met grootst en en met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het geen op een keer overboord. Ja, die is niet uit. Je durft het niet. Omdat dat niet bij zeelui hoort. De man een extra mok is groot dan somewhere over the rainbow. Triana has a good claim to bingo. Oh, that's good. Yes. And the dreams that you dare to dream really do come true. Somewhere over the rainbow. La
laatste grote klus voor Michiel is ervoor zorgen dat de bagage van alle gasten compleet is en op tijd klaar staat. Night guys are working on it. Actually, I'm on my way to tell them how to do it. Can you tell them how to do it, Tommy? Wat ik nu ga doen is kijken wat die breakdown is voor de bagage. Elke gast die heeft natuurlijk andere plannen als van het schip afgaan. Dat is allemaal tijdgericht. Dus elk blok van het schip afgaan is zeg maar in blokken verdeeld en in kleuren en in getallen. Dus als je gewoon, als het je niet uitmaakt en je kan gewoon van boord gaan wanneer je wilt, dan gaat je luggage of je bagage natuurlijk er ook later af. Als je natuurlijk een hele vroege vlucht hebt, dan moet je ook vroeg eraf. De kleuren, bijvoorbeeld de eerste kleur die eraf gaat, is bijvoorbeeld pink en, of yellow. Yellow is de windmills, die hebben een vroege tour. Blue, die hebben travelplannen, dus die moeten vroeg op het vliegveld zijn. Groen bijvoorbeeld, die hebben Transfer Airport, maar die hebben latere vluchten. Enzovoort, enzovoort. Yes, Pieter. Ja, bijna. Ik check even mijn bagage en dan kom ik eraan. Doeg. Wij krijgen dit van de frontdesk. En nu ga ik dus... nu is de bagage begonnen, de jongens. Dus nu ga ik naar de marshalling area, alle binnen staan. En dan ga ik kijken of het goed gaat. Good evening. Good evening. Nou, hier staan dus alle bins. Die staan opgesteld. Elk bin heeft een nummer en een kleur. Dus zometeen komen de koffers naar beneden. Die worden boven in de gangen opgehaald. De gast heeft die buiten gezet, buiten hun cabin. Dus die worden opgehaald met de lift naar beneden. Die komen hier terecht en dan worden ze in de bins neergezet. Maar zoals je ziet zijn ze nog niet begonnen. Dus ze staan allemaal te wachten. Ready for some luggage? Ready! Dus hier komt nu de eerste trolley aan. Just wait a minute. Zo, deze zijn begonnen op dek 7. Ja, dus alle kleuren zitten door elkaar. Dit is nou toevallig waarschijnlijk twee cabins, dus die hebben allemaal dezelfde kleur. Maar dit is pink 3 en die gaat in de pink 3 luggage bin. Thank you. Aziz. Hello, sir. How's it going? Very good, sir. All right, I'm coming to you up. Yeah. Als je ziet, de liften zien er ook anders uit. Ter bescherming van de trolleys. Where are we going? Deck 7? 7. Good. Good evening, gents. Good evening. Hi. We're not here. Dus hier zie je de koffers in de gangen. Die worden dus, ja, ze maken zeg maar een levende lijn. Ze werken naar achteren toe. En ze brengen ze de koffers naar voren. Hier worden ze dan op trolleys neergezet. En dan worden ze met de lift naar beneden gebracht. So how's it going, Tommy? Good, everything's good. Yeah, you're pretty quick already. It's 10:45. So it's faster than normal? Yes. We hebben 112 kamers in transit. Dat betekent dat die nu met ons meevaren, maar die gaan ook met ons mee volgende cruise. Dat scheelt natuurlijk al behoorlijk wat koffers. Op een 2-weekse cruise heeft bijna elke persoon wel, nou ja, stel dat je een koppel bent, 3 koffers bij zich. Dus reken maar uit, dus dat scheelt. Dat vind ik het leukste aan mijn werk, is gewoon het managen van een groep mensen. En het werkt, ja, ik werk nu 7 jaar bij het bedrijf. In de housekeeping is het voornamelijk Indonesiërs, dus ik heb op zich niet heel veel ervaring met andere nationaliteiten. Maar Indonesiërs in het algemeen zijn hele harde werkers en ze zullen nooit klagen. Onvermoeibaar. En ze hebben lange contracten. We doen het met z'n allen natuurlijk. Ik voel me helemaal niet dat ik erboven sta of zo. Ik ben degene die wel regelt en wie wat gaat doen. Maar in principe moeten we allemaal keihard werken om die klus te klaren. En dat is natuurlijk wel aan het einde van de dag, vooral als een dag is vandaag of morgen. En je hebt dan, je bent klaar, de gasten zijn binnen, het is 9:30 s'avonds, het is afgelopen die dag. Dan heb je wel een heel bevredigend gevoel als je je biertje drinkt. Hey.
A very, very good morning, everyone. This is Glenn, your cruise director speaking. And as we are approaching Rotterdam, here is still a lot to look forward to today. So please make sure to make the most of your day today. Goedemorgen allemaal, terwijl we langzaam naar huis varen. Allereerst willen wij u graag allemaal uitnodigen in de Show at Sea deze morgen voor de crew farewell. Dat zal om 10 uur aanvangen. Dit is een korte en gezellige tweetalige happening waarbij de bemanning van de Rotterdam samenkomt in een internationaal koor om een afscheidslied te zingen. Dit is altijd een bijzonder moment aan het einde van uw cruise, dus vergeet niet uw camera mee te nemen. En nogmaals, dat begint om 10 uur vanochtend. That's it for now. Dat is het voor nu. Have an enjoyable day, everyone. Een hele fijne dag toegewenst. And we hope to see you in the showroom at sea. Dennis krijgt deze laatste ochtend een van zijn drukste dagen van de reis. Alle gasten zijn bezig hun laatste zaken te regelen en moeten daarvoor veelal bij de receptie zijn. Ondanks alle drukte wordt hij als receptiesupervisor toch ook bij het afscheid van de crew verwacht. Anita, would you like to go to the crew farewell? Ja, yeah? Oké, good. En dan is allemaal snel uiteraard. Ja, je zit er allemaal met de tijdschema's en sommige dingen moet je af hebben voor bepaalde tijden. En ja, dan komt ook farewell de show erbij. Maar goed, het is natuurlijk leuk om de gasten, daar doen we het allemaal voor. Als we toch nog even gedachten zeggen. Ze hebben een fantastisch, we hebben geweldig werk geleverd. En natuurlijk ons geweldig housekeeping team die echt alles op de, alles gezet heeft om het schip schoon te houden en netjes te maken. En natuurlijk de geweldige service waar u van heeft kunnen genieten. Ladies and gentlemen, the crew of the Rotterdam! Volgende week in een wereld op zee. Start het Nieuw Amsterdam met 2100 passagiers en 800 crewleden aan boord met een cruise door de Mediterranee. Stapt eerste stuurman Rens na maanden verlof weer aan boord. Good, thank you. Good. Everybody checked off over the way. Krijgt receptiesupervisor Carlijn een probleem om op te lossen. 10020. En is er een gemaskerd bal?